Hallo allemaal. Een hele fijne hallo allemaal. Ik ben Vakantie Vincent en ik ga eens even een hele dikke fluwens bij jullie achterlaten. En dat moet ik lekker weten en jullie trouwens ook. Maar dat terzijde. Wat dan niet terzijde. Dit verhaal. Ik sprak even een hele goede vriend van mij gisteren en vandaag. En met deze vriend bespreek ik altijd een beetje de wereldproblematiek en hoe we ervoor staan. En waar het heen gaat. En daar zit ik eigenlijk altijd wel mee op één lijn. Net als dat ik met heel veel mensen op één lijn zit wat dat betreft. Kort samengevat is de wereld in handen van een stel corrupte psychopaten, teringleiers. En dan moeten we zo snel mogelijk vanaf. Maar dat wederom terzijde, want dat weet iedereen onderhand wel nu, dacht ik. Want ik sprak hem gisteren en ik zeg, ja, wat ga je stemmen dan? For what it's worth. Hij zei, ja, ik zweef nog, maar ik denk dat ik toch maar voor Umtzigt ga. Want dat is de enige die een beetje kritisch is. Ik zeg, gast, serieus, denk je dat nou echt? Hij zegt, hoezo dan? Ik zie, gast, die hebben ze naar voren geschoven om te doen alsof die kritisch is. Maar ondertussen stemt hij gewoon vrolijk mee met de coronaprikjes verplicht. En de coronapassen en die klimaatbullshit en de boeren lekker ophoeren. Ik zeg, dat moet je niet doen. Hij zo, echt waar? Echt waar? Ik zeg, ja, echt waar. Ik zeg, what the fuck, man? Hij zo, oh, wat ga jij stemmen dan? Ja, wat denk je zelf, Mogol? Thierry Baudet natuurlijk. Hij zei, nou, dan moet ik toch nog maar eens even goed nadenken. Dus ik sprak hem vanochtend. Ik zeg, en? Wat heb jij nou gestemd dan? Ja, ik ben toch maar voor Umtzigt gegaan. Ik zeg, ben je nou serieus? What the fuck, man? Je stemt voor de motherfucking duivel. Hij zei, ja, maar Thierry Baudet, dat is een antisemiet. Ik zeg, antisemiet, hoe kom je daarbij? Die gozer, die heeft een Joodse vrouw. Of zijn oma is Joods, of weet ik veel wat allemaal. Waar de fuck hou je dat van? Oh, dan heb ik verkeerde bronnen. Ja, je hebt verkeerde bronnen. Hoe durf jij heden ten dagen als weldenkend mens met alle informatie die je een soort van de hele dag in je handpalm hebt, niet goed geïnformeerd te zijn met betrekking tot dit soort, nou, toch wel belangrijke zaken voor de toekomst, voor ons en onze kinderen. Je zou de ogen uit je kop moeten schamen dat je zo laat hersenspoelen, hoofdneuken. Want dat komt natuurlijk gewoon uit de mainstream media. Hè? En wie kijkt die onzin nog, behalve een paar bejaarden, denk ik, de hele tijd. Maar er zijn dus nog een hele hoop mensen die maar gewoon blind volgen wat die motherfucking krantjes. En daar kan ik met mijn kop niet bij. En dat moet ik lekker weten. Nou, ik hoop dat jullie deze fluwens hartstikke leuk vonden. Ik vond het in ieder geval hartstikke gezellig. En een hele fijne hallo allemaal.